Mijn naam is Jesse Wuibega. Ik loop stage bij de DAE Academy van Royal AOR. Zij vandaag de gast bij Maatschap van Weperen in Oosterwolde. Kas Bralsma van Eurofins komt straks langs en hij gaat ons iets meer vertellen over wat te doen met de kuil, vestgras en grondanalyses. Welkom bij deze vlog van Eurofins Agro. Mijn naam is Kas Bralsma. Ik ben onderzoeker. Ik hou me bezig met de bodem, met het gewas en uiteindelijk wat er aan het voerhek ligt. Vandaag wil ik meer vertellen over de rol van zwavel in bodem, in vers gras en in de kuilanalyse. Ik vind het van belang om iets meer te vertellen van de rol van zwavel in de bodem. Zwavel wordt altijd bemest voor de eerste snede. Waarom is dat eigenlijk zo? Ja, zwavel komt heel langzaam vrij uit de organische stof in de grond. En doordat die zo langzaam vrijkomt, is het wel van belang om voldoende te geven voor snede 1. Zit er voldoende in het gras? Zit er voldoende in de kuil? Dat begint bij de bodem. Waarom is dat nou van belang? Zwavel speelt een ontzettend belangrijke rol in de kwaliteit van het eiwit. Aminozuren zijn afhankelijk van zwavel. Als er geen voldoende zwavel is opgenomen, dan worden die aminozuren niet aangemaakt. Zwavel komt uit de grond, heeft het gras nodig voor de vorming van aminozuren. Voldoende zwavel vanuit de bodem zorgt voor voldoende zwavel in het gras en uiteindelijk in de graskuil. En dat zorgt voor een goede kwaliteit ruw eiwit. Hoe kun je dat nagaan? Gebruik de analyses van Eurofins Agro. De bodemanalyse geeft in kaart hoeveel er uit de bodem komt. Versgrasanalyse brengt in kaart hoeveel er in het gras zit, specifiek ook op perceelsniveau. De graskuilanalyse die zorgt eigenlijk op bedrijfsniveau voor zicht op de kringloop van zwavel. Kas, bedankt voor het duidelijke verhaal rond de kringloop van zwavel, rond het gehele bedrijf. Graag gedaan, Jesse. Tot slot wil ik onze kortingsactie, die loopt tot 30 juni, nog even benadrukken. Vestgrasanalyse, 15% korting tot eind juni. Voor leveranciers van EWR en klanten van Eurofins Agro. Dankjewel.